zie dat waar je natuurlijk. Ah, dat is een verhaal in Limburg, ja. Pap, mam en de poeten zingen van de Beek. Allerlei met in de optocht. Dit zijn de Brakeldkeuningen. En een groep uit Schummert. Met thema. Oh, een thema. Ja. Maar ook dit zijn Kooiboys. Oké, okay, en volgend jaar is dit een skier het misschien. Dat zou het goed kennen. En dat maakt het enthousiasme van de jeugd in dit moment. Dan stappen ze gewoon. Springen op de beat. Dat is ook vast al over. Kijk, zo'n mooie grote groep. Ja. We zeggen vervullen. De beat hier tot in de regiekamer dreunen. Ja. Als ze maar spas gaan hebben, dan gaat het toch met vaste lopen doen. En toen zelfs bestrollen vandaag. Kummer de Kooiboy wie de kapper, pony weg. Korte grappen zijn altijd de beste. Dus wat in de optocht wordt de spreuk eigenlijk niet zoveel daartoe duiden. Het gaat eigenlijk om wie het er goed ziet, om de looks, om de lampjes en om het enthousiasme. Niet om wie de meest optionele spreuk heeft volgens mij. Nee. Er zijn dus ook weinig einzelgangers in deze stoet. Het is natuurlijk ook als je op de Riekswijk loopt, dan loopt ze eigenlijk tamelijk in de duistere. Ja, dan werkt dat niet zo. Als einzelganger moesten ze zich ook zelf moeten kunnen aanlichten, anders werkt het ook niet. Just. Merken jullie wat op toch een berg, dan lopen natuurlijk massaal uitzakkingen ertussen. Kijk het. Het ging er flink op in de jeugd. Die zijn vanmiddag gegarandeerd ook al in Schummert met geweest. En die zijn vanavond goed mug van het springen. Twee optochten achterin gedraaid. En nog een vreugd Piet in de kuiten. Dit is niet dezelfde wagen. Dit is ook weer een kooibouwwagen. Twee kooibouwwagens achter elkaar.